Er was eens een meisje, genaamd Lonneke, die een dagje aan het werk ging als financieel administratief medewerker. Maar wel aan een sprookjescamping. Samen met Daniel. Daniel, jij bent financieel administratief medewerker. Ja. Maar wel op een hele bijzondere plek natuurlijk. Ja, zeker. Als je 's morgens aankomt en je ziet bijvoorbeeld een kikker op een kar rijden. Al heb je slecht geslapen, je bent gelijk vrolijk. En waarom rijdt er een kikker op een kar? Ja, die gaan bijvoorbeeld broodjes rondbrengen bij de gasten. Ja, het klinkt nu al als een sprookje, maar laten we het park op gaan. En het meisje en haar prins liepen samen naar zijn kantoor. Nou, zo word ik niet vaak genoemd. Welkom op het mooiste plekje van het land. Dat is het hier zeker. Kom maar binnen. Dit is mijn werkplek. Oh. Hey, en is het nou zo dat een financieel administratief medewerker eigenlijk gewoon een boekhouder is? Ja, in feite wel. Zeg nou iets heel stoms. Die legt gegevens vast in de administratie, mm-hmm, inderdaad. En in de boekhouding inderdaad. Ik heb zelf ook een boekhouder en ik denk altijd, hoe doe je dit allemaal? Wat maakt het voor jou nou zo leuk? Ja, het mooiste is als je 's morgens binnenkomt en je gaat de banken boeken en je ziet weer wat er binnenkomt in een bedrijf. Mm-hmm. Cijfers illustreren uiteindelijk of er geld wordt verdiend. Het klinkt saai, maar het is niet saai. Dat komt er allemaal bij jouw werk kijken hier. Zorgen dat de ingaande geldstromen en uitgaande stromen goed verwerkt worden. Zodat er een goed beeld is van wat er allemaal gebeurt. Zodat je ook mensen kunt informeren of ze nog wat moeten betalen bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk ben jij dus een beetje de overkoepelende werking van het financiële plaatje. Daar komt het wel op neer. Ja, nou, ik wens een betere administratie en ik weet zeker dat het ook de wens van mijn boekhouder is. Wat zijn nou 3 tips om je administratie beter bij te houden? Bewaar belangrijke documenten als bonnen en contracten. Betaal via automatisch incasso de vaste maandelijkse lasten als huur. 1 keer per jaar een administratief dagje. Lijkt me prima. Je ziet ook allemaal van die blije vaders meelopen in die optocht. Het leuke hiervan is gewoon iedereen heeft plezier. Ja. Oh, je verkoopt ijsjes. Ja, ook nog. Hij haalt mensen over om ze te kopen. Dat zou ik nooit doen. Oké. Dan gaan we nu een kaartboeking doen, daar kun jij mij mooi mee helpen. Met welke programma's werk je allemaal? We gebruiken Strateg voor de reserveringen. We gebruiken Cashweb voor de financiën. En uiteraard werken we ook veel met Microsoft Office, met name Excel en af en toe Word en Outlook natuurlijk. Ja, ja. En in Cashweb ga ik je nou via een oefenmodule, en dat is fictief, laten zien hoe het in zijn werk gaat om een kaststuk van de snackbar te boeken. Omschrijving. Omschrijving, snackbar week 27. Snackbar week 27, klinkt echt fantastisch. Klinkt echt als mijn lievelingsweek nu al. De hele week snackbar. Ja, maar daarna komt week 28, dat wordt de hele week fitness, hè? Wat een fitnessweek. En nou F6. Nou doe je F6 en dan gaat hij alvast uitrekenen. Ik ben heel benieuwd. Dan gaat hij zo meteen automatisch de BTW eruit rekenen. Dus dan hoeven we dat niet allemaal weer opnieuw uit te rekenen en in te tikken. Want wij boekhouders houden niet van saai werk. Nou, de pizza's zijn ingeboekt. Salonneke, even high five. Als financieel administratief medewerker moet je heel accuraat en nauwkeurig zijn. Integer en goed met cijfers om kunnen gaan. En je moet ook hele goede computerskills hebben. En ze leefden nog lang en gelukkig vol met goede jaarcijfers.